Hey, Martin. Ik krijg een herkansing. Waarvoor? Latjes schieten. We gaan niet weer over latjes schieten beginnen. Het gaat niet om jou vandaag. Hey, het gaat om je moeder. Ja, die heeft me, ik denk deze week een keer of 20 gebeld. En ze kijkt er enorm naar uit. Hè. Ze is natuurlijk nog nooit in het stadion geweest. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En hoe is het met de zenuwen? Ik was vandaag toen 2 uur wakker. Oh. En ik heb nog weer slapen. We worden straks opgehaald met de wensambulance. Waarom eigenlijk? Ik ben vanaf klein meisje ben ik altijd ziek geweest. Dus ik was 11 en toen had ik acute gewrichtsproblemen. Dus ik kon niet lopen, kon van alles niks. Een beetje een onbeleefde vraag misschien, maar hoe oud bent u eigenlijk? Ik ben net 81 jaar geworden. Oh, ja. Oh, dat is niet zo. Ik ben al lief. Nee joh, helemaal niet. Hoe vind je het nou dat je broer en moeder dit nou gaan doen? Ik vind het geweldig. Geweldig voor hen, ja. Sowieso voor mijn moeder, omdat Mats is een grote, grote fan. Ja, ik vind het geweldig, vind het leuk. Hem naar jouw oude kamertje, Martin. Ja. Dus dit trappetje, dit liep jij vroeger altijd op, Martin? Ja. Oh. Dit is mijn zus. Ja. En wie ben jij dan? Dit ben ik. En dit is mijn broer. Nu we hier toch zo boven staan en zonder je moeder. Wat betekent dit voor jou vandaag? Nou, heel veel. Maar ook meer verhaal nog. In de zin van, een aantal weken geleden zouden we naar Groningen Feyenoord gaan. En toen had ik de wedstrijd van Gomos. En toen werd ze boos op jou, hè? Een week lang was ze boos. Alleen gelukkig werd er geregeld dat Groningen en Emmen als vervanger werd. En dat vond ze prachtig. Oh, ze, dat is nog mooi. Want als dat nog bij BM speelt en bij Grun. Dus ja, helemaal top. Maar voor mij betekent dit gewoon, ja, weet je, ze is zo blij. Weet je, en dat is al heel lang niet geweest. Ja, ze is, na de dood van mijn vader natuurlijk, was het leven voor haar eigenlijk al afgelopen. En is ze heel vaak gezegd van, ja, wat doe ik er nog voor? Hè? En ja, dat ze 81 zou worden, had niemand verwacht. Mijn vader zou het ook heel leuk vinden, hè, dat mijn moeder dit mee gaat maken, weet ik zeker. Misschien kijkt u wel van boven mij. Je weet het niet. Ik ga er vanuit. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ik ben mevrouw de Rens. Hoi. Hallo. Mevrouw de Rens. Wat heel spannend vanavond. Ze moeten echt wel winnen. Ze moeten winnen. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, ik hoop het ook. Dat is mijn kind. Vraag je maar. Ja. Ja. Een beetje erop. Ja. Nou, kijk eens aan. Net zo mooi. Ja. Ja. Veel plezier, hè? Ja. Ja. Achteruit en het keren. Je ziet het liefst dat ze op haar snowfietsje overal naartoe gaan. Alleen, dat kan niet meer. Ja. Oh, we moeten. Doei! Doei! Doei. Doei. Ja. Hoe zit dat, mevrouw Drent? Oh, ligt lekker. Ja? Ja. Yo, hoi! Kijk, hier waren we altijd aan schaatsen, man. Dat ik als kind zijn, dat ik dan hele grote vijver. Ja, het is helemaal veranderd. Ik vind het best wel een end weer, nou, de Euroborg. Oh, de mensen stonden allemaal nou wat te wachten. Ja. Oh, jee. Maar die hebben goed vasthouden, hè? Ja, zeker. Het hart in het hij ligt op je schoot. Goed zo. Het gaat gebeuren. Eerste ja. Keer Euroborg. Oh, prachtig. Wat groot hier. Dit is helemaal wat als Oosterpark, hè? Nou, wat een verschil. Kom, we rijden naar binnen. Hallo. Jongens, laat haar nou niet alleen. Een plekje goed gekeurd? Ja, maar nou, prachtig. Ja? Ja, zo mooi. Ja, prachtig. Wat een mooi stadion. Prachtig dat u er bent. Ja, he? Ja, ik ben hier nog geweest. Ik vind het schitterend. Ja, hartstikke mooi. Heel veel plezier ermee. Ja. En op 3 punten hoop ik. Ja, dit komt, dit komt nooit weer. Nee. Nou, ik kom nooit weer. Denk van genieten. Het is zo mooi. Martin erbij. He? Ja. Goed om te zien hoor. Ja. Zeker. Dit is de eerste keer dat ik hier kom. Ja, buddy. Martin zei het al. Ja. Martin zei het al. Het is zo mooi. Ja. En nou, nu weer weg. Nou weer zo ver weg. Nee. Ik ken mijn vrouw natuurlijk nog van zelf spelen en kijken. En al heel lang niet gezien. Ja, en dan zie je er nu kijken en wat het er doet om 1 keer nog in de Euroborg te zijn. En dat is wel fantastisch. Dat doet je wel wat, ja. Mevrouw de Rens. Ik ben Wouter, hi. Okay. Nou, wat leuk dat u hier bent. Ja. Ja. Hoe lang heb je haar niet gezien, Joop? Oeh, dat is een aardig poosje. Ja, 20 kilo geleden. Kijk, als je nou eens serieus wil doen, moet dat vandaag. Maar nee, hoor. Hey, maar we wilden dit namens de club niet voorbij laten gaan, dus we hebben ook een cadeautje meegenomen. Lukt dat nog met uitpakken? Oh, dat is toch geweldig. Zo. Oh, dat is mooi. Kijk eens.
Prachtig. Ja. Prachtig, ja. Dankjewel. Ja. En dan hopen dat de eerste keer ook gelijk geluk brengt. Ja, dat vandaag, hoop ik ook. Ja. Dat is wel een beetje nodig. Ja, zeker. Dat komt nou, goed. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Ja? Ja. Oké, okay, goed. Hetzelfde. Ja, we zien elkaar. Ja. Jo. En wie is dit dan weer? Ja? Wie dit is? Ja. Nou, dat is de portier. En dus toen we binnenkwamen stond hij bij de deur. Oh. Ja. Nee, dit is de algemeen directeur. Gudde. Oh. De nieuwe Hans Nijland is dit. Oh, zo. Ja, ja, de nieuwe Hans. Nou, goed. Ja, oh, mooi uitgelegd in die nou. Ja, ja, ja. Mooi shirtje. Ja, oh, die geef ik ook niet weg. Nee. 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 De wedstrijd gaat zo beginnen, hè? Spanning? Ja, zeker. Ja, wel een beetje, hè? Ja. Ja, doelpunt, dames en heren. Paul. Nee, Paul. Oh. Kijk eens, man. Ja, mooi hè. Mooi hè? Ja. Nou, je brengt niet je geluk hè? Nee, nee. Nee, ja. Doelpunt. Yes! Yay! Joehoe! Yay! Ja. Peppy. Goed zo. Ja, Peppy. Ja, Peppy. Mooi hè? Ja, ik stuur daar niet meer veld in. Oh. Nee. Moest hij het veld in? Ja. Ik hoef het veld niet meer in. Als het 0-0 bleef, dan stuur ik hem erin. Ja. Maar niet meer. Ja, jammer, maar hey, als het goed is, komt Iva straks. Wie op? Nee. Oh. Oh. 1-1. Ah. 1-1. Mis. Niet meer bellen. Oh, ik hang wel op. Weet dat hij nu terug wil. Waar versta je niet zo goed, Iva? Nee. Nee. Hij praat Drents. Oh, is hij blij. Zou dit ook Wouter Gudde zijn? Leuk, leuk. 2-1. Ja. Hey, Martin. Zo clean. Jongen, jongen, hoe speel je nou in dan? Ah, oh. Jongen. Het is nou het best, Moeke. Nee, nee. We gaan gewoon in de rust naar huis. Nee, jongen. Dat gek. Nee, ja. Hoe Martin er toch maar in? Als ik hem wel. Dat is een mooi wezen. Ja, dat is een mooi wezen. Ze zien het al helemaal voor zich. Ja. Ja. Ook geen beweging voor de goal. Ze wachten maar af. Dit wordt nog heel spannend, man. Zelfs ballen erin pompen kunnen ze niet. Nou, dit is degradatievoetbal. Het is juist. Ja. Afgelopen. Ja. Goh. Nou. Ja. Shit. Maar wat vond u ervan? Nou, ik vind de sfeer en alles eromheen vind ik al mooi. Ja. Het is jammer dat ze minder luid. Ja, denk je dat het voorbij is, het hele seizoen nu? Denk ik wel. Het is klaar? Ik denk het wel, ja. Degradatie? Ja. Ja. Maar het was uw laatste wens, hè, dit? Ja. Dat is geen mooie wens. Jawel, een mooie wens wel, toch? Ja. Oh. Vond jij het ook mooi, Martin? Ja, ze heeft echt genoten. Ja. 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 En dan maakt het niet uit wat de uitslag is. Nee, het gaat om gezondheid en plezier en... Ja, zeg geloof. Hey, bedankt hè. Ja. Echt top. Hartstikke bedankt. En succes bij je. En we brengen je nog naar huis, hè? Oh ja. Je, je brengt ons naar de stad. Ja, jij ja, is zo. Ja. Oké. Okay. Moeke gaat nog even mee op stap, hè? Zo is het. Doei. Doei. Dat is alles. Doei, hè? Welterusten. Doei. Nou, mannen, ook bedankt, doei, hè? Voor mij hebben ze een mooie dag gehad. Zeker weten. Dat dacht ik. Doei. Hoi. Hoi. Wil jij alle hoogtepunten van RTV Noord ook op YouTube zien? Abonneer je dan op ons kanaal en kijk verder naar alle andere video's. Hoi!